We zijn in een hotel. Heel gefixt, hè? Normaal 16 euro hier binnen. 16 nu, euro, hè? Ja, 16 euro vannacht. En nu is het 2,50 euro buiten. 2,5. Het is gewoon 13,5 of 14 euro, hè? Ja, daarom. Dus dat is beter. Fucking ik ga toch weer in de tank. Want nou hoorde ik net dus dat ik dus... aanstaande zaterdag gaan wij nog naar de Amsterdam Comic Con. Ja. Hartstikke tof. Nou, we zijn in de hotelkamer. Trouwens, ik heb de hotelkamer nog helemaal niet geshowt. Maar Maka zit naast me. Ja, ik laat even Chris mijn vlog doen. Dan hoef ik niet zoveel te praten. Maar wij gaan nog een hapje eten. Want... En er staat een biefstuk toch op de planning? Ik heb lekker een biefstuk kraan gefixt. We gaan lekker een biefstuk eten. Oh, dicht is alleen. Waarom is mijn camera donkerder dan? Waarom zit er een vlek op mijn lens? Kijk, dat is een stukje beter dan mijn lens. Maar wij gaan dus even een biefstukje halen. En met wat frietjes erbij waarschijnlijk. En ik ben helemaal tyfus. Ik heb ook last van mijn poot weer, van mijn jicht. Ik heb wel medicijn al ingenomen, maar ja, ik kan niet meer innemen, want anders word ik. Stoned. Ja, word je stoned hoor. Dus wij gaan in ieder geval nu even naar buiten. Ik ga trouwens even de hotelkamer toch eventjes laten zien nu. Zou ik net ook doen. En dat was Alex op de achtergrond. Toch Alex? Yep. Oké. Okay. Nou hier komen we binnen daar dus, achter deze deur. En hier zit Makan, dat is tegenwoordig ook, die hoort ook hier tegenwoordig. We hebben een tv hier. Yeah, woe. De tv. Een deur met een deur. En dat is wel raar, deze deur. Dat is die gaat naar de andere kamer. Die gaat naar de andere kamer. Oh ja, echt waar? Oh. Ja, dat is voor als je zeg maar, met heel veel mensen bent, dan kan je groepskamer. Dan is het de deur ertussen. Oh, dus als ik daarin kom, zie ik gewoon daar twee mensen zie ik daar boven op elkaar liggen. Ja, nee, maar ik bedoel, dat is... Hallo, goedavond. Maar dan kunnen we moeilijk inbeuken. Oh, ik wou zeggen, anders zien we daar gewoon twee mensen op elkaar liggen. Die, ja. Ja, we moeten blurren dan. Nee, dit is moet weer gaan blurren, inderdaad. Ja, dat schieten we niet op. Kom maar, ik geef de tour wel. Ja, oké. We hebben à la badkamer. Je ziet jezelf van drie kanten. Ik moet zeggen, dit is echt leuk. Dit ja. Vond je echt beroemd. Ja. Kijk, ze hebben aan alles gedacht bij ons. Dit is de dure toilet. Dit is van Gucci, van het merk Gucci. Ja. We hebben hier de douche. Ik doe hem even open, anders zie je niks. Ja. Dit is de douche. Kijk, nu is het. Dit is wel nice. Handdoeken zoveel je wil. Alle spulletjes liggen hier. We hebben koffie en thee. Ja, maar. Waar dan? Daar. We zetten fuck niet. Koffie? Daar. Fuck dit. Ik ga hier naar ik ga nou koffie drinken hier. Je hebt zoveel koffie en drinken. Mini waterkoker. Ja, mini waterkoker met koffie en thee erbij. Oh, ik ga zo meteen. Als we terugkomen, ga ik even aan de koffie. Een bakkie. Ja. 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 Een lekkere koffie. Yes. Ja. En ja. Dit is verder is nou, ik vind het wel netjes toch hier. Het is een schoon hotel. Zeg je eerlijk, ja. Ze zoeken het netjes hier. Behalve dat hier Alex bezig is. Alex niet roken, hè? Fuck off. Ik moet zeggen, zijn shirt is echt ziek van Alex. Ja, maar die kost ook 90 euro. Ja, ja, zo. Ball, hè? Ziek shirt, jongen. Ja, 75 piek. 75. Ja, dat was 10 euro korting had hij nog gevonden. Dus waar ook, hij kost eigenlijk 85, toch? Maar... Dan kan je 7 biefstuks verkopen. Maar dit is een beetje een hotelkamer, het ziet er wel echt fucking netjes uit. Ja, ik ben tevreden over. Dus ik moet eerlijk zeggen, toch? De organisatie. Wat, hoe ze dit allemaal gedaan hebben? Shout-out naar de Belgium Tube Base. Ik vind het wel. Ik vind het wel. Dat is hier geen zin. En, ja, ja, lekker toch? Ja, daarom. Ongemerkt 32 inch tv-scherm. Nee, maar het ziet er echt netjes uit voor, vind ik hoor. Echt serieus. Maar ja, wij gaan even lekker een biefstukje halen. Ja, ja, kom, ik heb echt moeite. Ik zeg je eerlijk, het is 8 uur. Ik heb niks op behalve een ijs en een hamburger. Dus ja, wij gaan gewoon lekker eten. En dan zien we jullie misschien wel na het eten. YouTube Monies! We moeten het vinden. Ik ben echt helemaal actiefus. Maar Alex, hoe voelt het nou in je thuisstad? Oh nee, is niet jouw stad, hè? Thuis, ja, thuis land. Land, ja. Maar niet je stad, hè? Ik ben echt 2 weken niet meer geweest. Nou, niet in Antwerpen. In België eigenlijk, hoor. Ja, maar Antwerpen. België, wat vind je nou van Antwerpen? Drukstad. Ja, echt. Ja, sorry. Iedereen met de toekomst. Voor mensen die er wel in de buurt wonen, ik vind het echt een hel met de auto in ieder geval. We lopen hier nou eigenlijk wel hier door een soort van Champs-Élysées, lijkt wel een beetje, toch? Ja. Want dit ziet er wel weer netjes uit. Kijk, dit ziet er allemaal echt gezellig uit, weet je, dit hier. Maar in, net zoals elke andere grote stad kun je beter gewoon lopen, want er schiet meer op, zeg maar. Dus een Marco is door aan het lopen. Ja, ik heb fucking zo'n poot, jongen. Ik kan niet lopen. Ik ben zo zit. Wat? Ik ben zo... Ja, maar ja, ik heb ook vette blaar onder mijn poot aan het krijgen. Ouderdom komt met gebreken, zou ik zeggen. Ja. Nou, waar is Marco dan, trouwens? Dit ziet er wel weer gezellig uit. Ja, en hier was ook de bijeenkomst van de vorige meeting in België. Oké. We stonden hier echt met 1 iemand, stonden weer recht en we stonden met een 30 man. Dat is echt, dat was een soort van klas, hè. Dat we daar allemaal stonden op schooluitstap. Ja. Waar is Makan? Hij ging een stuk vooruit lopen, maar geen idee waar het nou uit hangt.
Zo, nou. Het nachtleven is begonnen hier in Antwerpen. Marco moest even nog mijn papa bellen, zo te zien. En ja, we hebben, wat heb jij gegeten? We zaten bij je trouwens. We hebben een hele mooie hamburger hadden we toch? Ja. Met een beetje frietjes erbij en een beetje sla erbij. Echt super tof. Niet heel erg goedkoop hier helaas. Dat wou ik net zeggen. Misschien ga ik niet beter te zeggen. Ik denk, ja, we gaan het gewoon degraderen bij eten. Toch? We gaan gewoon zeggen, ja, dit was de avond ervoor, we moesten al vast voorbereiden aan ons bezoek aan AIDS en ja, dit moet gewoon betaald worden. Dus. Sorry Amon, sorry. Als ze dit zien, komt het goed. Lange termijn, want we morgen gaan bespreken, het wel goed uitpakken. Ja, dat is de bedoeling, hè? Ja, dat is de bedoeling, hè? Dus in ieder geval, wij gaan nog even, denk ik, even aan de avondwinkel even een fles cola halen, want dat is wel lekker. In het hotel is het fucking duur. Nou ja, ik denk dat het ook 3 sterren cola is dan. Ja, dan hebben we gewoon een fles makkelijk. Ja. Dus, nou, en Makan is met papa bezig. Yep. Papa. Helemaal goed. We zijn even naar de avondwinkel geweest. En ja, wij nemen gewoon water. Tenminste, ik neem spa rood en hij neemt spa blauw. En wat koopt hij? En wat koopt Makan, denk je? Jullie hebben nu precies 20 seconden de tijd om nu het antwoord achter te laten. Ja, het is 30 graden. Ja, het is nog steeds 30 graden. Het is 9:45. Wat gaat Makan kopen? Wacht tot hij buiten loopt. Oké, 20 seconden is voorbij. En jawel. Chocomel. Ik moest hem zelf de doekjes bijgeven. Nou ja, hebben we 30% gekocht. Dat wil wel. Bank en tandenbank. Chocomel. Wie gaat chocomel halen met 30 graden? Ja, dat is Makan. Morgen, nou, alweer wakker dus. En we gaan zo meteen even naar AIDS. Beetje lekker slapen, Alex? Morgen. Ja. Oh, wauw. Dat is echt handig, hè, als ik hem in de camera op je. Oh. Zonde. Deze gast is er ook weer. Want ja, die wil natuurlijk views hebben en subs. Dus ja. Nou, volgens mij hebben we daar wat? Niet echt veel. Wat? Ja? Ja, zeg maar. Nee, niks. Laat maar. Oké. Okay. Wij gaan naar ons continentaal ontbijt. Het schijnt heel erg goed te zijn. Nee, maar we hebben beleg en we hebben één soort brood, een kwarkje en een Coco Pops. Nou, en wat melk. Maakt niet uit. We gaan gewoon even kijken. Alsof je bij je moeder op ontbijt gaat. Dat klopt, ja. Dat klopt. We gaan nu weg. Het is 10:30. We moeten even een beetje opschieten, want het is een beetje gezellig. We zijn met Peter Hoevenhagen lekker te lullen. Maken we eens even naar zijn hotelkamer toe. Wat een kut licht hier. Sorry jongens. Ik hoop dat jullie het een beetje goed zien. Maar in ieder geval, maken we eens nu naar zijn hotelkamer toe. Ik heb mijn spulletjes gepakt. Ja, dat is niet zoveel, dus dat scheelt weer. En we gaan lekker op naar Nederland. Lekker naar Amsterdam. Age of Media, here we come. Nou, we staan er bij de auto. Eindelijk na 45 minuten. Dat was allerlei gezeik. Niet die deur dicht doen boven mijn kop. Lul. Want ja, die wil gewoon die achterklep dicht doen. Terwijl ik dacht en mezelf, ja, ik heb een beetje schaduw van die teringzon. Want de zon is echt fucked up hier. We gaan lekker nu naar Amsterdam. Money problemen natuurlijk weer maken. Maar maken gaat alles fout. Ik weet niet, Job heeft volgens mij weer een verkeerde boeking gedaan of zo. Oh nee, geen Job, maar een andere iemand. In ieder geval, het had gekund. Ah, het had wel gekund, toch? Maken. Job had deze boeking ook verkeerd kunnen maken. Toch? Ik ga niet even op jou in. Oké, nou. Op naar Amsterdam. En natuurlijk is er een of andere vrachtwagen die is omgevallen, want het is natuurlijk gewoon, ja, het is gewoon 35 graden. Een of andere truck. Het stormt natuurlijk heel keihard. Een of andere truckbestuurder heeft voor elkaar gekregen om zijn ding op zijn kant te leggen. En daar staan we nu keihard voor in de file, zoals je kunt zien. Niet heel snel, want er zijn nummerplaat in beeld. We staan nu al een kwartier, ja inderdaad. We hadden om 2 uur bij Age of Media moeten zijn. Ja. De aankomsttijd is nu 14:22. Dat is eigenlijk een uur rijden vanaf Breda naar Amsterdam. Ja. Maar ja. We houden eens op de hoogte en we gaan zien wat er gebeurt. Ja, we gaan nu stoppen met opnemen, want het is fucking warm. Want de raam is echt open. Het is fucking warm. Sure. Oké, nou we zijn in ieder geval hier in de parkeerhaven bij Age of Media. Ik hoop dat het allemaal goed opgenomen wordt, want ik kreeg een foutmelding op mijn camera. Best wel kut is dat. Maar wij gaan nu
naar boven. Nou, daar is de man hemzelf. Hallo allemaal. Gaat ie? Goed, met jou? Ja? Ja. Druk vandaag? Is de, werkt de airco? Dat wel, het is lekker cool. Kijk, dat is beter nieuws. Kom binnen, kom binnen. Nou, het is alweer 5:30 en lange tijd hier geweest eigenlijk, hè, Smier? Zeker weten. Zeker. We hebben hier 2,5 uur gezeten. Ja, dat is super tof. We hebben hier wat geleerd. Zelfs onze maker heeft wat geleerd. Ja, ik moet zeggen, ik ben dik tevreden, joh. Het was echt een leuk gesprekje ook, veel geleerd. Nou, alles is nu helemaal eetje geworden ook. Dus, helemaal. Perfect, wij gaan zo meteen de auto in en dan op naar Lemmer City. Oké, nou ja, moeten we dus omrijden, want door dit dan. Ik word echt helemaal gek vandaag, toch? Alleen maar file, of niet? Ja. Wat een drama. Dus dan moet ik binnen doorrijden, dan gaan we via Zwifterband. En gelukkig dat ik het zie, dat ik toevallig zo'n melding krijg ineens op een Google gebeuren, maar... Ja. Want zo'n jongens hadden hiernaast even in slaap gevallen, toch? Beetje verkeersopstopping, A6, verwachte vertraging 40 minuten. En je zag het, stond stil daar. Wow. Ja. Dus ik laat ineens mijn camera vallen. Besef je gewoon dat je eigenlijk niet de vlog hebt afgesloten? Volgens mij heeft Alex het ook niet gedaan, toch? Nee, ik moet het einde wat ik doen, de auto. Ik moet de auto nog opnemen. Ja, normaal gesproken ben ik niet van de auto, tenminste de vlog niet van de intro en de auto, maar er was zoveel gebeurd. En, ja. Ik wil in ieder geval nog zeggen, over de organisatie dus van Bone Two Tates. Ik vond het in ieder geval een heel tof event. Ja. Dingen moeten verbeterd worden. Maar ja, ik heb jullie mailadres natuurlijk, dus we nemen nog contact op met elkaar. Maar toch dikke shout-out naar jullie, want jullie hebben toch echt super... Dik event op wat ik zeg. Ja toch, het is al super, super tof gedaan. Dus ik wou dat nog even zeggen en ja, like die shit. Deze vlog natuurlijk, en de vorige vlog, denk ik, zijn wat meer dan vlogs, dus